als je ervan uitgaat dat de Bijbel autoriteit is, mm-hmm. en dat je de Bijbel voor waar aanneemt, hè? Even daar vandaar uitgaan, dan lees je ook dat er altijd, of dat er van begin af aan, God maakte de eerste mens en het was goed. Maar in dat eerste begin is er ook een engel die zegt, ja, maar die trekt dat in twijfel, hè? Die begint dat geluk van die twee mensen, begint die een beetje tegen elkaar uit te spelen. Oftewel Satan, die gaat vragen van, is het werkelijk zo dat je niet van deze vrucht mag eten? Hm. Want God zegt, ja, als je daarvan eet, dan zul je beslist sterven. Want de mensen waren gemaakt om eeuwig te leven, met als doel de aarde te vullen. Oké. Okay. Satan, die wordt dan die engel, hè? Want Satan is niet zijn naam, want Satan betekent tegenstrever of tegenstander. Oké. Okay. Dat is de betekenis van Satan. Satan. En dat is een engel die uiteindelijk, zeg maar, in opstand komt. En die zegt van, ja, is het werkelijk zo? Die trekt het in twijfel. Nou, Eva die trapt in die truc, die eet van die vrucht, geeft het ook aan haar man, Adam. En beide zijn vanaf dat moment zondig. Oftewel, ze worden ziek, ze worden oud en ze sterven. Hm. Op het hele toneel lees je eigenlijk achter de schermen dat er dus iemand is, noem het het kwaad, even heel simpel gezegd, maar dat is een engel die opstandig is en die eigenlijk dat geluk, dat doel, dat voornemen van die schepper wil dwarsbomen.